En welkom bij aflevering 2 van Op Pad met Floor. In de vorige aflevering zag je hoe ik op pad was met Friso Kersten. Toen hebben we gemountainbiked. Dit is aflevering 2 en ik ben vandaag op pad met... Met Tom Kuis. En vandaag gaan we niet mountainbiken, maar... Een beetje hardlopen. Een beetje hardlopen. Ik hoop dus dat ik deze week weer bij kan houden. Wat doe je nog bij Kievitsdrunen? Ik ben chauffeur. Ik zit in de ploegauto. Dus voor twee, de ene week vroeg en de andere week later dienst. En nog mooi wat tijd over voor te sporten. Kijk, dat is de goede insteek. We gaan gauw hardlopen. Tot zo! We lopen nu heerlijk in het bos. Gaat het goed? Ja, gaat heerlijk. Pak een beetje, vogeltjes. Wat wil je nog meer? Een beetje zweten. Lekker de dorst opbouwen voor vanmiddag. Nog meer sportende mensen hier. Wij staan even stil bij de marathons die al gelopen zijn. Ja, ik ben in april heb ik Rotterdam gelopen. En vorig jaar oktober heb ik Eindhoven gelopen. Dat was met een speciaal doel. Dat mijn maatje die was nogal ernstig ziek. En de verzekering die was niet verplicht om de operatie te vergoeden. Dus ja, mocht hij daar zelf gaan betalen. Omdat het niet in Nederland gebeurde, maar in België. Dus daar dacht ik bij mezelf, nou, ik wil dat toch proberen om iets voor hem te betekenen. En dan heb ik als sponsorloop de marathon van Eindhoven gekozen. En die heb ik volbracht. Ik heb een mooi centje meegegeven. En, om toch een beetje in de kosten bij te dragen. Wat is de volgende marathon die je gaat lopen? En wat zijn daarvoor je doelen? Nou, de volgende marathon is 26 oktober. In Etten-Leur, lekker dicht bij huis. En dan willen we toch wel proberen om eens... kijken dat we die 4 uurtjes achterwege kunnen laten. Dat we er net iets onder kunnen komen. Het is zondagochtend en we komen overal sportende mensen tegen. Al ben je nu aan het lopen, fietsen, hardlopen, hardfietsen... Of... Ja, wat nog meer? Wandelen met de hond. Wandelen met de hond. Alles is al een lichaamsbeweging. Ik zie heel veel voordelen in het hardlopen. Maar als je nu niet zo vaak hardloopt, hoe ga je dan beginnen? Hoe ga je beginnen? Ja, dat is een hele goeie. Dan moet je beginnen met, dat is al lang geleden, hè? Maar dan ga je met minuutjes werken. En 100 meter, 200 meter, echt hele korte stukjes en daartussendoor wandelen. Ja, om dan toch je lichaam zover te krijgen dat het getraind raakt om wel langer aan te lopen. Oké, heel duidelijk. Dus, aan alle Kievitsdrunen medewerkers, hardlopen maar! Wij gaan ook weer verder. Ja, we gaan. Heb je ook nog een tip voor alle kijkers thuis die ook gezonder of gezelliger door het leven willen? Ja jongens, voor mij lijkt het, kijk wat ik doe, is misschien weer een beetje overdreven. Ik denk als je gewoon begint met op je voeding te letten, veel water te drinken op een dag, toch wat meer te bewegen, is goed voor je, echt waar. Dus, kom op. Dit was de training weer. Dit is ook zeker niet mijn sport. We moesten hardlopen en heel lang volhouden. Wat is nu jouw volgende doel? Nou, mijn volgende doel is 7 juni. Ga ik een halve marathon lopen van IJsselstein. Dat is eigenlijk meer om te kijken op de training of dat mijn snelheid wel verbeterd is. En dan gaan we 26 oktober naar Etten-Leur. Dan gaan we die even doen. Daar gaat het gebeuren en aanmoedigingen zijn natuurlijk altijd welkom. Ja, heel graag. Ja, zo, dan heb ik nog een vraagje. Of eigenlijk een uitnodiging. Zijn er nou mensen die zeggen van ik wil toch proberen om wat aan beweging aan te doen. En mij lijkt het wel leuk om toch het hardlopen te willen gaan starten. Ik ben best bereid om jullie op een zondagochtend of op een zaterdagochtend daarin te begeleiden. Om te zeggen om een looptraining op te bouwen. Zodat je toch een beetje aan je conditie kan werken. Dat vind ik een heel goed initiatief.
Willen jullie ook gaan bewegen? Mail dan nu naar onderstaand e-mailadres om jezelf aan te melden voor de hardloopgroep, de mountainbike groep of misschien wil je wel alleen maar gaan wandelen. Elke beweging is er één. Ontzettend bedankt voor deze training. Heel veel succes op de komende marathon. En tot de volgende keer. Ja, tot ziens. Houdoe.